I'm feeling good. Oké, actie. Wat wil jij doen? Filmen. Ga jij filmen? Ja. Nou, dan gaan we van start in de droomwereld van Peter met elkaar. Ja? Ja, over. Ja. Nou, allereerst hartelijk dank dat wij hier mogen zijn, Patricia. Dankjewel voor je gastvrijheid. Ja, echt heel fijn. Ja, natuurlijk. Ik ben een hapje aan het maken, dus eet lekker. Ja, dankjewel. Dus we hadden heel fijn contact gehad. Ja. Dus jij hebt aan alle kanten meegedacht om dit voor elkaar te krijgen. Dus hartelijk dank voor je gastvrijheid. Tuurlijk. En ik hoop dat jouw droom ook snel uitkomt. Ja. Ja. Nou, Bijna Baantjes, dat is eigenlijk de organisatie waar Peter zich gemeld heeft met zijn droom. En wij organiseren dus individuele trajecten voor jongeren met een verstandelijke beperking die een ambitie hebben op het gebied van werk. Wij gaan vragen van goh, wat wil je, wat is jouw droom, en dan gaan we met elkaar aan de slag. En ondertussen hebben wij al voor 30 jongeren deze droom waargemaakt, en op het moment zijn er 12 jongeren die dus iedere week naar een bijnabaantje gaan. En het heet bijnabaantje omdat het is vrijwilligerswerk. Zij krijgen niet voor het werk betaald. Maar uiteindelijk hopen wij natuurlijk dat het een bijbaantje wordt of gewoon een heel fijn bijnabaantje blijft waar je gewoon heel erg naar ziet. Daar begonnen. Ja, hier is het begonnen. Wij hadden een bijeenkomst van een bijnabaantje, dus we hebben een doorstart gemaakt. En we hebben toen Peter gevraagd van Peter, zou jij voor ons een foto kunnen geven die eigenlijk als titel heeft Blik op de toekomst. En toen heeft Peter deze foto gemaakt. En we vonden hem eigenlijk zo mooi dat we hij is hem echt laten zien samen met de wethouder. En toen maar, daar begon het avontuur. Ja, bij die bijeenkomst waren ook de mensen van Perron 3 aanwezig. En die hadden zoiets van, zo, die Peter die maakt wel echt mooie foto's. Hij mag hier wel exposeren. Dus toen kwamen we weer in het volgende avontuur. De jongeren ervaring laten opdoen op de werkvloer. Dat is het idee van het vorig jaar opgezette bijnabaantjes van Stichting Gezonde Gewoon. Nu is er voor het project een aparte stichting opgericht, zodat het makkelijker wordt om bijvoorbeeld fondsen te werven. Het project heeft het afgelopen jaar al een hoop jongeren aan een plek geholpen. Het zijn eigenlijk ontzettend leuke pareltjes allemaal van verhalen van jongeren die aan de slag zijn gegaan en hun eigen werkdroom waar hebben gemaakt. Zijn dus individuele trajecten, zoals bijvoorbeeld Chantal, die wilde graag in het dagverblijf gaan helpen. En we hebben Ramon, die heeft bij een restaurant geholpen. En mijn zoon werkt ondertussen bij Rien in Rosma als de directeur van de DD-afdeling. Dus zo hebben we eigenlijk al 20 jongeren op een plekje kunnen krijgen. Ook bij Ramon 3 in Rosma werken ze maar wat graag mee om verstandelijk beperkte jongeren aan de slag te helpen. Eigenlijk zijn we heel simpel begonnen met een mens van Sam. Die wilde heel erg graag kaartjes schuren bij een bioscoop. Het kwam toevallig zo uit, we hebben hem laten scheuren. Nou, dat was eigenlijk een beetje de aanzet van een eerste bijnabaan in het klein. En vervolgens kwamen wij in contact met Peter en zijn mensen voor expositie te gaan doen. En wij hebben eigenlijk heel makkelijk faciliteiten om dat in werking te zetten en zijn erop te realiseren. En die expo komt er dus. Vanaf volgende week zijn foto's die Peter op vakantie maakte in Perron 3 te zien. Dat is één wens die vervuld wordt. Intussen heeft Peter de smaak te pakken en wil hij meer. We zijn trouwens ook op zoek naar fotografen. Hobbyfotografen die met Peter lekker op stap willen gaan in de vrije tijd. En om nog meer techniek en leuke trucjes te leren. Ja, Peter, dat was een leuke. Ja. Ja. Ja, er waren gewoon lekker veel mensen gekomen. En volgens mij is het een beetje dezelfde ziekte volgens mij. De mensen die er toen ook bij waren. Ja, Peter kreeg de smaak te pakken in ieder geval. Oké, wij vinden het echt geweldig wat Arena heeft voor elkaar gekregen de afgelopen jaar voor Peter.
theater. Het is echt, gaat van de een naar de ander. Dat is heel leuk. Ik kan nooit bedenken in het begin dat het zo veel zou zijn. We zijn echt heel dankbaar voor wat alles is gedaan. En jullie doen ook heel veel zelf. Daar moet ik even bij vertellen. Dat zou ook heel actief zelf zijn. Dus we doen het wel echt met elkaar. Ja. Jij maakt een mooie presentatie en deze hangen hier weer netjes neergezet. Ja. Dus Frank ook hele betrokken ouders. We doen het echt samen. En ik wil ook Patricia bedanken. Patricia? Oh, voor je gastvrijheid. Heel erg bedankt. Oh, dat je jouw huiskamer van Den Bosch ook besteld hebt. Heel erg bedankt. Dankjewel. Ja. Nou ja, wij zijn heel blij dat jullie ons gevonden hebben. Ja. Want ja, zegt het voort, deze huiskamer is voor iedereen. En er kan nog meer bij. Dus ja, zeg het voort. En wat we zijn, onze droom is dat we nog heel lang mogen door blijven gaan. Ja. Dus, dankjewel dat jullie zijn.